wierook in een failliete bank. De dampen van een vals munterij in een verlaten kerk. De geur van het kapitalisme. Callisti bij Aaps. We kunnen de revolutie al ruiken. Alleen te koop bij de Aaps Theatertour en op Aaps.nu. Let op, dit is een roomscent, geen parfum. Daadwerkelijke revolutie niet inbegrepen. Ik heb liever geen verfbommen verf op mijn Prada. Tiener, anarchisten, larpen, polder, intifada. Ik neem het ze niet kwalijk, ze verwerken een trauma. Maar ondertussen zit ik met die kolder in mijn aura. Wat ze willen blijft gissen, ze DM'den mij gisteren. En ik zag ze weer vandaag alweer een doodsbedreiging binnen. En de dag moet nog beginnen, ik was niet eens uit mijn pyjama. En wel ja, liefde dus. Ik vond een kaartje in mijn brievenbus, briefie van mijn lieve zus. Meestal ben ik druk dus, meestal schrijf ik niet terug. Meestal wil ik het wel doen, maar als ik dat vergeet. Ik hou van je, dikke kus. Dit gaat afgezaagd klinken, daar ben ik me van bewust. Maar hou van een ander is hard werk en een klus. Het is onbetaald en zwaar en kut, en toch is het het waard. Ik zie de algoritmes toveren, de fans op tot cynicus. Een zelfvoerende cyclus van haat, het is een ziekte, het is de K. En als je eenmaal gaat, dan kan je niet terug. Je klimt niet uit het diepe als je je niet kan verdiepen in elkaar. En ik kan erover praten, maar ik ben er zelfmatig tot in staat. Ik schrijf mijn eigen mythe, maar begrijp ook dat ik nietig ben. En tegelijkertijd de fucking koning van de wereld. Soms denk ik aan iets nieuws, maar dan blijkt het nogal virus. Soms voel ik me bedrieger, dan weer groter dan de Beatles. Bedoel, het kan verkeren, maar ik verleer nooit het gepieker. Dus bij elke grote show voel ik me toch een PC Icarus. Verf, bommen, verf. Kom op, het is niet erg. Als ik het echt niet eens ben met mezelf, dan gooi ik verf, bommen, verf.